De Carrière, uw carrière en die van uw papa, die vertonen heel wat gelijkenissen op welke vlakken? Ja, dat klopt. Dus, de carrière van mijn vader en mezelf, die hebben, die hebben enorm lang langs elkaar gelopen eigenlijk. En uh, ja, mijn vader werd wereldkampioen in 1975 en heeft toen drie heel moeilijke jaren gekend, wordt dan in 79, 80 en 81 wereldkampioen, zijn eerste hat trick. In 1982 verliest hij zijn titel aan Erik Boers in de laatste wedstrijd. Tien jaar na zijn laatste wereldtitel in 1981 word ik wereldkampioen, ook op hetzelfde merk Suzuki in 1991. Dus dat was mijn eerste. Ik heb toen ook drie moeilijke jaren gekend. Dan, 5, 6, 97, Daar behaal ik mijn eerste hat-trick. Dus Het net hetzelfde als mijn papa. In 1998 verlies ik mijn wereldtitel ook in de allerlaatste wedstrijd tegen Sebastian Tortelli. Dat zullen nog wel heel veel fans herinneren, het uh, Grieks drama. Maar dan komt het, dan beslist mijn vader in 1984 om naar Huskevarna te gaan. Krijgt hij een heel zwaar uh, accident, hij breekt zijn onderbeen, heel gecompliceerd, uh, fijne carrière. Zijn carrière was gedaan na, na die blessure. Wat gebeurt er bij mij? Ik ga ook naar Huuskevaren. Ik krijg ook een heel zwaar accident aan mijn onderarm. Ik ga ook op de sukkel. Ik krijg ook op de sukkel. Ik heb drie operaties gehad uiteindelijk aan mijn uh, onderarm zou wel ook maar niet lukken. Dus op een gegeven moment. Ik begon een beetje zot te draaien. Van, uh, dat kan niet, dat kan niet dat dat het einde van mijn carrière is. Toch uh, alles, alles is alles tot nu toe gewoon hetzelfde verlopen tussen mijn vader en mezelf. En, en dat kan niet, dat kan niet. Ik ben daar nog niet klaar voor. Ik had nog zoveel ambitie, ik had nog zoveel dromen die ik nog wou waarmaken. Dus het uh, is dus echt een, een heel moeilijk moment geweest. En, en, en hoe gaan we hieruit geraken? Wat is de oplossing om. Terug uh, alles op rails te krijgen, om terug wereldkampioen te worden. En wat was die oplossing? Om te beginnen vooral het geloof in mijzelf dat ik wist, als ik alles op rails krijg, kan ik terug ten beste worden. Daar is alles mee begonnen. Want het moment dat ik op mijn laagste punt zat, dat is augustus 2000 geweest. Toen ze was mijn arm. Uh, niet in orde. Ik had juist mijn knie verdraaid, want ik heb toen nog halvelings een comeback proberen te doen gedurende dat seizoen, maar dat was mislukt. Dus ik, uh, ik heb een, uh, een afgescheurde kruisband, plus en een arm die niet wilt genezen. Dus uh, betekent dit het einde van mijn carrière? Dus uh, Ikzelf was, was nog lang niet klaar om te stoppen. Um, ik had nog zoveel ambitie. Ik wou nog zoveel doelen bereiken. En een heel belangrijke quote van Dr. De Bruin, mijn sportarts, die heeft altijd gezegd, tussen je 28e en 34e is een, 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 een sportman op zijn beste. Dus, en ik was toen net 28. Dus dat was nog een reden te meren. Mijn beste jaren gaan nu pas beginnen. En dat kan nu niet... Waar zijn dat het nu stopt? Bij al die problemen uh, dat heb ik nog niet vermeld. Er kwam nog Dave Grant, mijn, mijn toenmalige manager, die, die, die de hele situatie nog wat ingewikkelder maakte. Uh, en uh, wij zaten in, 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 op, we zaten op zo'n doodpunt. Ik wist geen uitweg meer. Uh, en en Kelly, Kelly heeft eigenlijk. ...langs de ene kant voor mij al de problemen beginnen op te lossen, stap voor stap. Ik wist van, ik moet lichamelijk mij terug in orde maken. Ik moet mijn blessures uh, laten opereren, die terug in orde stellen. Ik moet gaan revalideren, ik moet dat terug gaan opbouwen. Dus dat was mijn taak. En Kelly had haar taak. En, en, en zo hebben we stapje voor stapje, zijn we er toch terug uitgekomen. En ja, een jaar nadien was ik terug wereldkampioen. Dat is zo snel gekeerd. Ja, dat was gewoon... Uh... En u wou op dat moment graag af van uw toenmalige manager? Ja, wij hebben toen... Toen, uh, toen zat alles helemaal verkeerd, omdat Kelly... Die is in mijn leven gekomen in 1998 en, en die, die, die analyseerde die situatie onmiddellijk. Die had, die had onmiddellijk... Die manager door en de hele situatie. In en, en 2000 ja, loopt alles vast en, en ja, we wouden het we ervan af. Dat da, da zat zo slecht, dat was zo negatief allemaal. En, en ik zelf had dat nooit gekunnen. Ik, uh, ik wist gewoon, van, ik kan terug de beste worden, maar hoe ik al de rest kan kunnen oplossen, dat was, dat was voor mij een raadsel. En, en, en daar is Kelly gewoon met... Uh, met de antwoorden iedere keer gekomen. Is zij dan uitgegroeid tot uw manager? Of is er uh, iemand anders gekomen dan? Wij, 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 zijn, wij zijn uitgegroeid als een topteam. Wij hebben samen... Uh, samen nog zoveel successen... behaald. En toch grotendeels dankzij haar. Uh, dankzij het team dat wij op dat moment waren. Want... Uh, als sportman ja, staat je op om te trainen, om te eten en om te rusten. En om je gewoon klaar te maken voor de competitie. En, en al de rest moet opgevangen worden. En, en, en Kelly deed dat voor mij. Die vangde ook alles op. Die deed alles van A tot Z: qua organisatie, qua planning. Uh, alles gewoon. Financieel, gewoon alles. En dat was dat, was dat perfecte team. Tot daar het parallellen. Dus 2001 heb ik terug alles op rails gekregen, ook met die andere mindset. En heb ik nog zes titels op rij kunnen winnen. En het mooiste was de afsluiter uh, van mijn tiende wereldtitel, een Namur, voor mijn eigen fans, voor mijn eigen publiek. Ja, ik zeg altijd, ik heb daar tien, tien titels voor moeten winnen om toch eentje in België te kunnen afsluiten. En dat was ook een van de mooiste. Ik heb dat jaar gedomineerd met 15 van 16 uh, Grand Prix-zeges. En uh, zo is toch nog alles goed gekomen. Desondanks dat ik toch met een heel groot vraagteken op een gegeven moment heb gezeten van is dit het einde van mijn carrière zoals die van mijn papa is geëindigd? En ik heb het toch heel anders kunnen, kunnen afmaken.